ga mijn heks activeren binnen 3, 2, 1, go! Let's go! Ik vlieg gewoon! Vandaag ga ik een nieuwe game uittesten die ik al heb gespeeld. En ik heb er ook al hacks voor gedownload. Voordat we gaan hacken in Fall Guys, vraag ik om jullie op een blauw duimpje hoog achter te laten. Doe dat zeker even, want ik riskeer gewoon een ban op Fall Guys. Omdat ik gewoon hacks heb geïnstalleerd. Dus knal even keihard op dat blauwe duimpje omhoog. Vergeet niet even te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En vergeet dan zeker niet even op het belletje te drukken naast de abonneerknop. Let's go. Oké, ik ben in een potje Fall Guys. En die gaat nu optellen van 3, 2, 1. En laten we dan gelijk fly hacks gebruiken, zodat jullie me vertrouwen. En hier gaan we. Hoppatee. Ik zei het toch, en nu sta ik stil. En iedereen zit hier een beetje te jumpen door die blokparties. Omdat je moet bij dit spelletje, moet je namelijk niet proberen dood te gaan van bepaalde parcours. Een soort van wipeout. En nu heb ik gewoon hacks en kan ik gewoon blijven vliegen. En hoef ik helemaal niet eens te stressen dat ik er vanaf val. Want ik kan gewoon vliegen. Oké, let's go. Laten we een potje doen. En laten we zo meteen die finish gaan halen als eerste. Misschien wel met hacks. Het hangt er even vanaf. Want ik wil natuurlijk niet in het eerste potje al gelijk verbannen worden. Omdat ik hacks gebruik. Maar ik heb het zo net al een beetje laten zien wat ik kan. Ik kan flyhacken, speedhack, alles. Maar eerst gaan we even kijken hoe ver we komen. Dit spel is een super grote hype geworden op YouTube. En oeh, ja, het is een super tof spel. Want wat je moet doen is gewoon, je moet gewoon allemaal game modes heb je. En je hebt allemaal obstakels. En je moet gewoon proberen naar de finish toe te komen. Zonder dat je als laatste eindigt. Want er kunnen namelijk maar aantal mensen, kunnen namelijk maar door. En het is uiteindelijk gewoon de bedoeling dat je gewoon tussen die aantal komt. En nu meen je niet toch dat deze... Ah, oh, shit! Ik word hier ook zo boos van. Want deze gaat dan weer niet naar me open, die rechter. Ja, je gaat nu toch gewoon niet mee dat ik nu al mijn heks moet gaan gebruiken. Want ik heb echt het gevoel dat ik dan al gelijk verbannen word. Come on, come on. Dit moeten we halen, toch? Kom op! Kak! Oké, misschien had ik mijn heks wel moeten gebruiken. Maar goed, als ik mijn heks had gebruikt, was ik misschien nu al verbannen geweest. Dus dat moet ik niet hebben. Oké, nog een potje en laten we... Oh nee, dit is dezelfde game mode. Oké, hopelijk hoef ik nu geen heks te gebruiken, want dan word ik helemaal boos. Want ik wil natuurlijk niet het eerste potje of het tweede potje gelijk gaan hacken als het niet nodig is. Want ja, dan riskeer ik een super grote ban. En daarom moet jullie ook even wel een blauw duimpje hoog drukken en natuurlijk abonneren om zeker niks te missen. Wat ik er wel even bij moet zeggen is dat ik niet heel veel ga hacken, want anders dan ga ik een beetje de game een beetje verpesten. Kijk even de hele video af voor al het uitleggen en zo. En we zijn al gewoon gelijk gekwalified, dus dat is top. Maar kijk serieus even de hele video af. En er zijn al redelijk wat mensen afgevallen, dus dat is top. Dat is top. Gelukkig ben ik dat nu niet, dus helemaal top. Sommige game modes zijn namelijk super fun om te spelen. Sommige game modes zijn wat moeilijker of makkelijker. Maar we gaan even kijken wat voor game mode het gaat worden om die we nu moeten gaan spelen. En moeten we gaan winnen of we moeten gaan hacken, kan ook. Even zien welke wordt het wordt. Oké, deze kan je echt geweldig gebruiken voor hacks. Maar ik heb de hacks nu nog uitstaan, dus dat wordt nog een beetje moeilijk. Kunnen we zo meteen wel even aan gaan zetten. Maar eerst laten we dit gaan klaren. Let's go. En wat ik er even wel bij wil zeggen is dat hacken totaal de game kan verpesten. Maar ik hack echt heel weinig, zodat ik niet verbannen word. En natuurlijk dat ik de game niet verpest. Knal op het blauw duimpje hoog. Vergeet zeker niet te abonneren en klik op het belletje om zeker niks te missen in de toekomst. Maar hack echt niet. Ik doe het puur even om jullie te laten zien wat je allemaal kan doen. En oh, ik heb gewoon de goeie zonder hacks. Holy damn. Is dit ook nog de goeie? Ja, lol. Ik wat? En als dit de goeie is, dan ga ik echt kapot. Oké. Helaas. helaas. Maar in ieder geval, doe het zeker niet na. Ik doe het even na, omdat je het kan zien op video dan. Maar kijk ook even de hele video af voor duidelijkheid. Kijk gewoon echt de hele video af. Oh, ik ben nu derde of zo. Ja, ik ben tweede. Let's go. Oké, en er kunnen maar 30 mensen door. Dus er vallen heel veel mensen af. Maar laten we kijken of wij doorkomen. Hoppatee. We zijn nu op dit moment tweede. Nee, eerste. Nee. Ah. Oké, tweede. Derde. Misschien eerste. Nee. Derde. Oké, we zijn tweede, derde of zo. Maar goed. Prima genoeg. We hadden onze heks niet hoeven te gebruiken. Zometeen nog een potje. Kijken of we moeten gebruiken bij de finale. Maar doe dit niet na. Ik doe het even na, omdat ik dit voor YouTube doe. Zodat je dit even in een video kan kijken. Oké, het volgende potje. Oké, er zijn nu al heel wat mensen afgevallen. En het is de bedoeling natuurlijk dat we straks als eerste eindigen. Wat? Zag je dat? Er viel letterlijk iemand van de wereld af. Er viel gewoon iemand al vrijwillig van de wereld af. Oké, ik weet niet wat hij probeerde. Maar, dat zag er zo derpy uit. Maar eerst proberen we het zonder hacks natuurlijk. Maar we gaan straks echt helemaal hacken. Dus laten we kijken hoe dat gaat eindigen. Maar eerst gaan we dit doen. Oei. Oké, hier naar midden. Oké, let's go. We gaan dit lekker doen. Ik ga iemand beet pakken. Ik moet echt niet afvallen, want dan ben ik echt een sjaak. Oh, deze persoon. Die heeft het door mijn net gered. Oké, op zich gaan hier heel veel mensen niet van af. Oh, mensen proberen mij vast te pakken. Kijk. Ik viel echt bijna dood. Kijk, nu moet je ook echt gaan jumpen. Anders dan lukt het niet. Oh my god. Dit is echt wel wat hoor. Dit wordt echt heel tof. Als jullie dit vaker op mijn kanaal willen zien, abonneer. Laat dat likeje achter. Doe het zeker even. En laat zeker even weten in de reacties met wie ik dit vaker moet gaan spelen. Moet ik dit met een andere YouTuber gaan spelen? Bijvoorbeeld met Marnaker of wie dan ook. Hé, daar is hier een papegaai. Hé, die wil ik ook hebben. Nee. Oh, dat is mijn huisdier in Minecraft. Nee. Oh, aat. Aat. Oh, aat gaat over de kop. Holy shit.
Holy shit, dit is trippy, jongen. Wow, dit is echt voor je ogen. Is dit echt gek? Oh, ja, de papegaai is er nog. Let's go, en we zijn door. Ik weet niet, voor je ogen is dat heel erg apart om te zien of zo. Dat het ineens heel erg druk wordt voor je ogen. Allemaal kleurtjes en zo. Maar zo te zien zijn er weer heel veel mensen vanaf, als het goed is. Yes, let's go. Waarschijnlijk weten jullie ook wel hoe dit spel werkt. Ik wou bijna uitleggen hoe dit eigenlijk moet. Maar je moet gewoon een geheime pad vinden zonder dat je eraf valt. En zo simpel is het. Alleen ja, waarschijnlijk heel veel van jullie weten natuurlijk al hoe dit spel werkt. Alleen misschien ga ik nu zo met... Oh, er vielen daar heel veel mensen vanaf. Misschien moet ik maar even mijn heks gaan gebruiken. Oké, nu naar links. Probeer naar links. De kans is groot dat het nu links is. Oké, niet. Rechtdoor. Hier. Nu is het links. Nu is het links. Nee. Hoe kunnen we naar... Wat? Oh, dan is het deze. En dan is het deze. En dan is het hier naar links. Ja. Ik dacht al. Ik word helemaal gek, joh. Maar goed, het lukt. Oké. Nu kunnen er maar 9 door. Dus er gaan heel veel afvallen. Alleen de vraag is van... Ga ik afvallen? Oh, ik moet niet... Oh, dat is hem niet. Het is hier rechtdoor. Het is hier rechtdoor. Het is rechtdoor. Maar welke naar links? Eén van deze blokjes naar links is het. Maar welke is het? We moeten hier dus een geheime padje gaan vinden. Maar welke is het? Jullie vinden mijn skin wel leuk, hè? Toch, mijn poppetje? Een mooie wolf. Laat het zeker weten wat jullie na... Oeh, ja, het is hier naar links. Het is hier naar links. Het is hier naar links. Let's go! Bam! Qualified! We zitten in de finale zonder hex. Dat is top. Zometeen gaan we ook zeker die hex gaan gebruiken. Alleen eerst gaan we nog proberen zonder te doen. Want als het niet nodig is, dan is het niet nodig. Maar we gaan het zometeen echt doen. Dus kijk de video uit. Doe het zeker even. Kijk het echt uit, de video. Voor onduidelijkheden en dat soort dingen. Oké, 9 zijn door. Dus we kunnen zometeen die finale doen. Hopelijk is het niet een hele irritante finale. We gaan kijken welke game mode we gaan doen voor de finale. Let's go. En ik heb gehoord, als je op het blauw duimpje hoog klikt, misschien heb ik dan wel extra kans om dan nu te winnen. Wie weet. Oké, we gaan nu deze game mode doen. Wat je hier moet doen is... Ja, waarom ga ik het ook uitleggen? Waarschijnlijk weet iedereen hoe het werkt. Maar goed, wat je moet doen is gewoon... Het is een soort van TNT run. Alleen dan niet in Minecraft, maar dan in Fall Guys. Ik ben hier echt eens extreem slecht in. Dat kan ik je nu al garanderen. Ik ben hier echt bagger slecht in. Ik weet niet, dit is nog moeilijker dan Minecraft TNT, please. Echt waar. Maar goed, het zou mooi zijn als ik gelijk kan winnen. Zonder hex. Maar ja, goed, we gaan het zo meteen zien. Oei, oei, oei. Oh, nee. Oké. Bam. 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 Deze, nee. Kak. Dan val je gelijk 2 lagen naar beneden. Ja, dat is gewoon heel naar. Dat is gewoon zonde. Zonde. Er zijn nog... Niemand is er vanaf gevallen. Dus laat ik dat ook niet proberen dat ik zo meteen de persoon... Waarom komt die pap... Waarom komt die duif naar mij toe? Holy damn, jongen. Waarom doe je dat? Waarom kom je op mij af? Niks mee te maken wil ik daarmee hebben. Oké. Er is nog niemand af. Waarom doe je dit, maat? Die maat... oh my god, die haalt mij er gewoon vanaf. Wat? Oké, ik word echt zuur zometeen als ik... Wat? Oké, nou, laat maar. Ik ben zometeen de eerste die zometeen doodgaat, denk ik. Oh my god, dit meen je toch niet? Oké, misschien dat ik mijn heks wel even moet aanzetten nu. Maar dat wordt een beetje moeilijk ondertussen dat ik dit doe. Maar goed, we doen het op dit moment nog goed. Dat is mooi. Dat is prima. Alleen ja, de vraag is hoe lang gaat dit in stand houden? Ja, niet heel lang, denk ik. Want ja, we vallen hier dood. Ja. Helaas, we hebben het niet gerekt zonder hex. We waren wel in de finale. Maar goed, laten we dan nu gaan proberen om wel met hex te winnen. Let's go. Oké, we zitten nu in een voetbalpotje. En ik heb nu een speedhex aan. En je ziet het heel goed. Je ziet allemaal omleidingen ook om de andere poppetjes. En we hebben gescoord. Let's go. En nu nog een keer. Oké, en nu gaan we nog een bal hitten. Let's go. Oké, nog eentje keertje. Dan hebben we misschien een goal. Let's go. Dit is dus super handig als je speedhex hebt. En je ziet ook allemaal van die omleidingetjes om natuurlijk... ja, de poppetjes. Dat was ideaal. En nog een keer scoren. En ik score. Ik score mezelf ook. Dat is toch wat. Maar goed, deze... Hoe heet dit, balken? Is niet echt voetbal. Maar goed, let's go. Die moet er nog in, toch? Come on. Dit moet lukken. Bam, bam, bam. Let's go. Het staat 6-2 voor. En oké. Laten we gewoon... Laten we gewoon nog een keer scoren met speedhack. Oké. Oké, naar rechts. Oh, waarom werkt het zo moeilijk? De besturing is zo irritant. Nee. Ja, nee, de paal. Nee, kom op, het moet lukken toch, kom op. Ik score mezelf en ik val door de map heen. Holy damn. Ik ben nu aan het vliegen boven de map en ik zit ondertussen een beetje te zwaaien. En hun zitten lekker te struggelen met het parcouren. Maar ja, ik hoef dat niet te doen. Hun zitten lekker te parcouren, proberen niet van het plateautje af te vallen. En als je goed ziet op deze video, zie je letterlijk hier allemaal mensen lopen en parcouren. En proberen niet ervan af te vallen en zie je mij hier hacken. Nee, dit is allemaal fake. Dit is allemaal een video op YouTube. Haha, get pranked. Hopelijk zijn jullie erin getrapt. Dit was namelijk een grapje, een prank. Ik heb helemaal geen...
geen heks voor Fall Guys. Dit is allemaal een video van een YouTuber, van een andere YouTuber die het wel heeft gedaan, maar ik heb het niet gedaan. Ik wou jullie gewoon even lekker trollen, kijken hoe jullie zouden denken van, hè, Kevin, heb je nou echt heks? Maar nee, jongens en meiden, ik heb gewoon geen heks. Dit was gewoon puur een video van YouTube afgehaald. Dit ben ik zelf niet. Dus jongens en meiden, knal op dat blauwe duimpje omhoog voor meer Fall Guys en voor meer video's. Vergeet zeker niet even te abonneren hier beneden en klik gelijk even op het belletje. En laat even zeker weten met een reactie hier beneden wat jullie ervan vonden. Heb ik jullie getrold? Ben jij erin getrapt? Dacht jij echt dat ik heks had? Daarom was het ook handig om deze video uit te kijken. En jongens en meiden, knal even op blauwe duimpje omhoog. Vergeet zeker niet even te abonneren en klik op het belletje om niks te missen. En volg me natuurlijk zeker nog even op Instagram, de Serial Gamer. En deel deze video met al jouw vrienden die natuurlijk er ook in gaan trappen dat ik hack. Let's go!